ben hier in het Rombouwscollege waar de gouverneur nog boven zit te ontbijten. Hij gaat dadelijk daar op die blokken zitten. Dan heb ik 5 minuten de tijd om een paar vragen te stellen. Zo moet ik even opschieten. Meneer Bovens, u bent gouverneur van de provincie Limburg. Maar het enige wat we van u zien is eigenlijk dat u door de provincie heen toert. Wat houden de rest van uw taken precies in? Ja, dat is wel heel belangrijk door de provincie toeren. Want dat betekent dat je de provincie eerst moet leren kennis te maken met de provincie. Weten wie daar woont, wat ze doen, waar ze mee bezig zijn. Ik heb eigenlijk 3 belangrijke taken. Dat is dat ik aan de vertegenwoordiger ben van de Nederlandse regering zeg maar, in deze provincie. En dus mijn toezicht moet houden op een aantal zaken die in de provincie spelen. 2 is dat het belangrijk dat ik met burgemeestersbenoemingen bezig ben. En die is burgemeester van bijvoorbeeld Brunssum of een andere gemeente in deze provincie. En dan heb ik een aantal taken zelf. Internationalisering, communicatie, bestuurlijke organisatie. Dat zijn portefeuilles die ik zelf in het college doe. In Limburg noemen we uw functie gouverneur, maar in de rest van het land noemen ze het commissaris van de koningin. Waarom is dat precies? Ja, het is eigenlijk een historische reden, maar het heet hier eigenlijk ook commissaris van de koningin. Alleen de Limburgers houden van traditie en die gebruiken de oude naam als een soort aanspreektitel. Ik noem het een beetje een koosnaampje, een bijnaampje. Maar dus ik vind het wel belangrijk dat Limburg zich onderscheidt van de rest van het land. Het is een historische zaak. Het komt uit het oude Maastricht, waar je militaire gouverneur had en die woonde in het gouvernement. En ja, dat woord gouvernement is blijven bestaan. En in een gouvernement woonde een gouverneur, dus dat heeft zich weer omgedraaid. Brunssum is de laatste gemeente van uw Limburg-tour. Voordat u aan deze tour begon, zei u, laat mij de Limburgers kennen. Is dat volgens u gelukt? Ja, ik denk dat wel gelukt is. Iedere burgemeester heb ik gevraagd om te laten zien wat in zijn of haar gemeente nou echt bijzonder is. Waar die trots op is. En ik moet zeggen dat ze hebben me heel veel laten zien. Heel veel verschillende dingen, heel veel verschillende landschappen, heel veel verschillende stukken vlaai bijvoorbeeld. Wat mensen eten, waar ze mee bezig zijn. Verenigingsleven overal anders is. Maar dat is ook wel heel veel hetzelfde. Dat vind ik ook wel mooi. Dus ze vieren toch overal wel carnaval. Of ze zijn toch wel overal met een bezig om in buurten. En mensen buurtverenigingen oprichten en dingen voor de samenleving doen. Wat is u tot nu toe het meest bijgebleven van de tour? Ja, wat meest is bijgebleven is toch de kracht en de energie van de Limburger. De Limburger zelf, dat zijn, je hoort wel eens verhalen van het is allemaal, het gaat allemaal niet zo goed en ze zijn wel lui of anderszins. Nou, het tegenovergestelde is waar. Als je door de provincie loopt, dan zie je overal hele krachtige, creatieve, enthousiaste mensen. En ik weet, iedereen is een beetje chauvinistisch in de Limburgs, bij ons is alles beter. Maar er zijn heel veel dingen waar dat ook wel terecht is. Er is gewoon een aantal dingen die echt gewoon goed gaan in deze provincie. En dat is mij wel bijgebleven, de energie van de Limburger zelf. En wat hoopt u dat Brunssum hier nog aan toevoegt? Ik hoop dat Brunssum dat beeld alleen maar bevestigt. Want het zou jammer zijn dat ik dat in 31 gemeenten vond. En dat ik hier in Brunssum het tegenovergestelde zou vinden. Dus ik ga er ook vanuit dat Brunssum gewoon een echte Limburgse gemeente is. Maar het zou ook wel fijn zijn als Brunssum ook nog een aantal typische dingen heeft. Zoals ik hier nu om deze school alweer wat heb meegemaakt. En ik zie dat in het programma ook nog wel komen. Er zijn toch allemaal dingen weer heel bijzonder. Brunssum is weer niet hetzelfde als Landgraaf of als Kerkraad. U bent uw politieke carrière begonnen bij het CDA. De jongerenpartij van het CDA. Vindt u het belangrijk dat jongeren zich bezighouden met politiek? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het is, politiek is veel te, of de samenleving is veel te belangrijk om over te laten aan oudere mensen. Want het is je eigen toekomst waar je mee bezig bent. En je moet natuurlijk je toekomst niet altijd overlaten aan mensen die 60 of 70 jaar zijn. Dus ik zou best zeggen, jongeren, word actief. Neem je toekomst in je eigen hand. En andersom, vindt u het ook belangrijk dat de politiek zich bezighoudt met jongeren? Ja, en zeker als de jongeren zelf zouden kunnen zijn in de politiek. Als dat niet lukt, als er te weinig jongeren zijn die in de politiek actief zijn, ja, dan zullen de volwassenen het verder moeten doen. Je doet de politiek echt voor de toekomst. Dat doe je niet voor de huidige tijd. Je doet het echt voor wat langere termijn. Dus het is heel belangrijk dat ook oudere mensen in de politiek gewoon luisteren wat jongeren belangrijk vinden. En de laatste vraag voor u verder gaat met uw drukke programma voor vandaag. Ik heb gehoord dat u fanatiek twittert. En waarom vindt u dat de jongeren u zullen moeten volgen op Twitter? Dat is een hele goede en lastige laatste vraag. Waarom ze zou moeten volgen? Kijk, Twitter zelf is natuurlijk iets voor dat je iets achter de personen weet waar mensen mee bezig zijn. En als mensen het leuk vinden om te weten wat doet nou een gouverneur in Limburg, ja, dan kun je dat via Twitter kun je dat volgen. Dan hoef je tenminste niet altijd in de kranten te kijken of de lange blogs te lezen of anderszins. Je komt op een heel korte, hele snelle manier erachter wat er allemaal in het leven van een gouverneur gebeurt. Oké, we gaan nu in ieder geval volgen. En heel erg bedankt en veel plezier de rest van de dag in Brunssum. En jullie heel veel succes met de omroep en het persbureau is het zelfs.
Ik vind het heel belangrijk dat ja, op de een of andere manier alles wat er gebeurt in Brunssum, dat het ook bij jongeren bekend wordt. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Jullie hebben net ontbeten met de gouverneur. Waarvoor heeft de school jullie hiervoor uitgekozen? Ik ben bij het vak handarbeid, heeft de leraar mij gevraagd. Omdat ik daar een profielwerkstuk heb gemaakt en iets in de les, een PTA, een werkstuk PTA. En jullie? Ja, ik ben bij mevrouw Ruisenaars voor het vak geschiedenis gekozen. Ik heb een profielwerkstuk gemaakt, een historische roman. En daarom vroeg ze mij van, kun jij ontbijten met de gouverneur? Ik ben gevraagd door meneer Van Kan, omdat ik samen met Anne Meijer een boek Limburg 2030 heb geschreven, ja meegedaan. Dat gaat over duurzaamheid. Ben je zelf ook in politiek geïnteresseerd? Nee, niet in politiek. Ja. En jij? Nee, niet echt, nee. En jij? Ook niet. Vonden jullie het wel een leuke ervaring? Ja, het is toch wel iets, de gouverneur van Limburg. Dus ik vond het wel leuk. Ja, ik vond het ook wel heel gezellig. Hij stelde me verschillende vragen, dus wat leuk. Ja, ik vond het leuk dat ik daarvoor gevraagd was. Ja, ik was wel vereerd. Nee. Dankjewel. De rest van de middag is de gouverneur nog in Brunssum. Ik heb straks nog een belangrijk proefwerk, dus ik ga hem even voorbereiden.